Haagse Ochtendradio. Waar waren we gebleven? Oh ja, er was iemand een beetje te laat. Ik mag, als iemand jou mag pesten, ben ik het volgens mij wel. Bookits gaan we het over hebben. Een festival vol muziek, theater, verhalen, workshops voor het hele gezin. Gaat komende zondag voor de hoeveelste editie? 15e. Ik had zelf zitten tellen. Ik kon op de website alleen maar terug tot 2015 of zo. Dus had ik dan mijn eigen rekensom van gemaakt. Maar die klopte dus helemaal nergens. Dus ik dacht dat het de 4e editie was, maar het is editie nummer 15. In het Paard van Troje en een deurtje verder bij het Humanity House. En ook nog bij de Grafische Werkplaats Den Haag. Waar zat het ook weer? Prinsengracht, nummer 16 zit dat. Ook op de Prinsengracht. Op het affiche onder andere Ali B. In de studio is Chicky Traxel om ons daar alles over te vertellen. En Chicky is weer terug op het oude nest. Ja, ik was hier 2 weken terug ook al. Want we zijn al een tijdje bezig met Bookits. Ja. Bookits, het festival is aanstaande zondag 19 maart in het Paard. En al die andere plekjes daaromheen op de Prinsengracht inderdaad. Maar we hebben ook Bookits University. En we hebben een hele leuke leeswedstrijd gehad. Eat Your Book Out. Dus we zijn al eigenlijk heel de maand maart bezig met allerlei leuke activiteiten voor kinderen. En met vooral veel lezen. Ja, want je was gisteren op tour, zag ik. Yes, naar de hoofdstad. We waren in de trein. In Amsterdam zijn we opgestapt. En eigenlijk een soort van voorproefje van het festival aanstaande zondag. Ja. Allerlei auteurs die daar ook zijn, die waren ook in de trein. En die hebben kinderen voorgelezen. En dan inderdaad net als net als ons nu met een koptelefoon op. Okay. Dus dan kan je echt heel ongestoord eigenlijk luisteren. Wat? Silent luisteren. Zaten jullie ook dan ook in een stiltecoupé? Of niet? Nee, dat niet eens. Nee. Dat wilden we wel doen. Maar we dachten, dan vinden ze ons echt heel irritant. Maar zijn die kinderen wel te enthousiasmeren voor het lezen? Want het is niet het meest populaire ding onder jongeren, volgens mij. Nou, we hebben een superleuk festival waar je niet alleen maar aan het lezen bent natuurlijk. Ja. En er zijn niet alleen auteurs. We hebben De Kraaien, Lieve Bertha, Ali B, Lucky Fons, de afterparties. Er is silent disco, dus dit is allemaal muziek. Ja. En er zijn heel veel workshops waarbij je wel dat lezen kan gebruiken. Dus die leeswedstrijd bijvoorbeeld. Hebben kinderen op basis van het boek hebben ze een rap gemaakt of een kookschort hebben ze gemaakt. Ja. En ze hebben nieuwe boekcovers gemaakt en het was razend populair. Want heel veel kinderen die met die leeswedstrijd mee hebben gedaan, die zijn helemaal fan van dat boek geworden en van die auteur. En die was onder andere ook in de trein. We hadden een hele volle coupé met allemaal kinderen die super enthousiast waren. En die vonden het eigenlijk heel jammer dat ze alweer in Den Haag waren aangekomen en moesten uitstappen, want ze wilden eigenlijk het einde toch wel horen van het verhaal. Ai, en dat krijgen ze dan ook nergens te horen. Moeten ze toch echt zelf een boek gaan lezen? Aanstaande zondag komen naar het Paard, want daar zijn ook die auteurs weer. Een festival waar dwarsdenkers, vrijbuiters en avonturiers geïnspireerd worden door muziek, theater, literatuur, workshops en spoken word. Dan denk ik niet gelijk aan kinderen tussen de 4 en de 14. Nee, het is wel een beetje een eigenwijs festival. Een beetje ondeugend ook, want de Kraaien bijvoorbeeld verwacht je ook niet zo snel op een jeugdfestival. Die hebben best wel pittige teksten ook. Ja, en de afterparties bijvoorbeeld, die hebben Gewoon rammen. Het is een beetje garage rock, toch? Ja. Maar die hebben wel rustig met kinderen lopen crowdsurfen en dat soort dingen. Rustig dus, crowdsurfen? Dus we zijn wel een beetje een eigenwijs stoer festival, wat ook echt wel heel erg leuk is voor ouders zelfs. Ja, ook voor volwassenen. Ja, want je kan je daar wel echt voor maken. We hebben dit jaar voor de ouders speciaal meester Bart bijvoorbeeld. Mm. Dat is een docent in Amsterdam op het VMBO. En die, is dat met de YouTube-filmpjes? Ja. Hij is razend populair. Ja, echt. Ja. Een blogger toch? Ook. Ja, ook. Ja. Hij is heel actief op social media. Ja. Ja. En hij komt dus ook op het festival vertellen over al die eigenwijze leerlingen die hij heeft. Ja. En die komt de ouders een beetje tips geven hoe je daarmee om kan gaan. Ja, dat is handig. Het is echt gewoon voor de hele family. Zijn dat dan de krenten in de pap? Dus de afterparties, de Kraaien, meester Bart? Of zijn er nog dingen waarvan we echt vanaf moeten weten? Nou, wat het allerleukste is, vind ik eigenlijk, zijn alle workshops. Je kan echt enorm veel doen. Je kan je eigen instrument maken. Je kan, Lieve Bertha, die geeft bijvoorbeeld een vlogworkshop. Oh ja. Je hebt een rapworkshop. Je kan graffiti spuiten op de muren. Nou, wat ik superleuk vind, maar het is wel voor de iets kleinere, denk ik. Nou, jij vindt het vast ook leuk, Justin. Je kan reuze knuffelkeutels maken en verstoppen door heel het Paard. Knuffelkeutels? En dat is, ja. Als een poep verstoppen. Ja, dat vind ik zeker leuk. Ja, je hebt een wijs leuk
boek, Stuit Konijn. Oh ja. En ja, op basis van dat boek gaan ze dus die keutels maken en verstoppen door heel het paard. Wat leuk, joh. Ja, dus ja. Die workshops zijn super tof. Je kan echt heel veel leuke dingen doen vooral. En ja, bijvoorbeeld de grafische werkplaats, jullie wisten niet waar het lag. Ja. Maar daar heb je echt... Waar is dat? Is dat niet het koolhuis gewoon of zo? Nee, want dat is dan aan de overkant. Oh, ja. Het is eigenlijk een paar deuren verder naast het paard. Maar daar heb je echt van die persen liggen en een risograaf. Daar kunnen ze dan echt hun eigen prentenboek op drukken. Wauw. Ja, dus het zijn wel echt hele toffe dingen die ze kunnen doen. En het heeft wel allemaal te maken met lezen, met verhalen, met vertellen, met boeken. Ja. Ja, ja. Dat is wel de basis. Ja, natuurlijk. Want als je naar het festival gaat en je bent helemaal niet gek op lezen, dan vanzelf word je enthousiast door al die verhalen. Ja. Dus hou je wel van boeken, maar niet van lezen? Hé, wat? Nee. Hou je gewoon van een leuk festival? Dan moet je gewoon komen. Het is echt een superleuk festival, dus je moet gewoon komen. En als ouder, dat is dan natuurlijk verantwoord. Ja. Ja, dan kan je natuurlijk meteen meegeven dat lezen hartstikke leuk is. Ja, maar kan je dan, als ik nou daar naartoe ga met mijn zoontje is dan wel te jong, maar kan ik dan ook gewoon nog een biertje bestellen aan de bar? Ja, dat echt? Kan gewoon. Vorig jaar hadden we zelfs een ouderballenbak. Ja. Ja. Dus. Als jij echt een festivalganger bent, dan kan je het gewoon met de paplepel in gewoon huppatee aan je kind meegeven. Dat festival superleuk zijn. Er wordt ook omgeroepen. Het kind van Justin Verkijk zijn vader even uit de ballenbak komen halen. Zoiets, ja. Zoiets, ik ook maar. Deze zondag dus in het Paard van Troje. Zijn er nog kaartjes? Daar zijn nog kaartjes. Bookits.nl. Kijk, en als je denkt van nou, ik wil er graag naartoe, maar zijn er ook nog vrijkaartjes, dan check even denhagevm.nl/winacties. Doe mee met de winactie. Wie weet score je deze week wat vrijkaartjes op de radio bij ons. Chicky Traxel, dankjewel en heel veel plezier zondag. Gaat helemaal goed komen. Dat dacht ik al. Nou, de kraaien dan ook nog maar, omdat ze erbij zijn zondag. Dit is Pechvogel in Haagse Ochtendradio. Het is 9:55. Ik wil even inkoek, even lekker weer hier liggen. Dus even kappen met je blablabla.